Welkom bij het Haags TV-journaal van dinsdag 29 september. Vandaag in het nieuws, Mozart precies 250 jaar geleden op bezoek in Den Haag. Surfers bereiden zich voor op Surf Benelux. Maar eerst werktop voor 10.000 nieuwe banen in Den Haag. De gemeente wil de komende jaren 10.000 banen creëren. Betaalde banen, stageplekken en werkervaringsplekken. Dat hebben de gemeente en 30 werkgevers vandaag afgesproken tijdens een grote werktop. Ik vind het wel leuk hier, want ik moet voorraad aanvullen, klanten helpen. Dus ik kan hier ook ervaring opdoen. Dus dat vind ik wel belangrijk. Niet flexibel, constateren werkgevers al snel als ze een sollicitatiebrief van Magdalena Charlon krijgen. Ze is een alleenstaand moeder en daarom is het moeilijk om een baan te vinden. Ze zat nu al bijna 2 jaar zonder werk. Bij de HEMA in de Grote Marktstraat is ze sinds een maand wel aan de slag. Ze heeft hier een werkervaringsplaats. Ja, dat is wel leuk. Dat vind ik wel belangrijk. En dat kan ik later ook wel in mijn cv schrijven. Dus misschien dat gaat wel een beetje helpen. De gemeente Den Haag wil de komende jaren 10.000 banen creëren. Maar hoe doe je dat? Net na een crisis en in een tijd waarin werkgevers niet direct staan te springen om mensen een vast contract aan te bieden. Daarover wordt vandaag gesproken tijdens een grote werktop. Werkgevers krijgen daar tips over wat zij kunnen doen. De HEMA is een van die voorbeelden. Hier werken al enige tijd mensen voor een periode van 3 maanden om ervaring op te doen. En dat kan helpen bij het vinden van een baan. Meestal krijg je gewoon, als je gewoon via e-mail reageert, dan we hebben betere kandidaten in plaats van jou. En of je werkervaring is te weinig. Dus dat soort... Dus door hier een beetje werkervaring op te doen, hoop je dan misschien beter en sneller een baan te vinden? Dat hoop ik wel, ja. Want het moet wel lukken, denk ik. De HEMA doet het omdat het bedrijf een sociaal gezicht wil tonen. Wij zijn de samenleving, we zijn een afsplitsing van de samenleving. Dus wij vinden ook heel duidelijk belangrijk, ik vind heel duidelijk belangrijk, erg belangrijk, dat wij meewerken om mensen die op dit moment geen werk hebben, weer te laten instromen. Maar het bedrijf kan de werknemers zelf ook goed gebruiken. Het is een win-win situatie. Wij worden er beter van, er lopen meer mensen in de winkel. Maar ook de werkzoekende wordt er beter van. Ze krijgen een stuk werkervaring en ze kunnen makkelijker instromen. Het is trouwens niet gezegd dat de mensen die hier werkervaring op doen ook bij het bedrijf blijven. Maar het kan wel. Komende maand is er een belangrijk surftoernooi op Scheveningen, de Surf Benelux. Het is nog niet bekend wanneer het precies is, want er wordt gewacht op een dag met goede golven. Een van de kanshebbers bij de dames is Julia van Rooyen. Ik ga zeker voor de winst, maar ik vind het belangrijkste om wel gewoon veel plezier ook te hebben. Want ik heb toch wel gemerkt de afgelopen jaren dat als een wedstrijd niet goed gaat en ik heb niet lekker gesurfd of ik heb geen plezier gemaakt, dan ben ik best wel onvoldaan. En als ik een keer heb verloren, maar ik heb wel gewoon alles gegeven en plezier gemaakt, lekkere golven gepakt, dan ben ik toch nog wel heel stoked, ja. Julia surft nu vaak op Scheveningen, maar komt eigenlijk uit Groningen. Daar heerst niet bepaald de surfcultuur. Ja, we gingen vroeger altijd duiken. En dat duiken, dat was natuurlijk in Kroatië en Griekenland. Maar op een gegeven moment wilden we eigenlijk naar Portugal, ergens in die richting gaan. En toen kregen we autopech in de buurt van Bordeaux. Ja, mijn broer en ik en mijn zus, die zagen al die mensen daar surfen. En terwijl mijn ouders bezig waren om een nieuwe auto te regelen, vermaakten wij ons wel aan het water. Ja. Vanaf donderdag kan de Surf Benelux beginnen. Dan gaat de wachtperiode in. Julia is er al helemaal klaar voor. Ik heb vroeger veel gehockeyd. En ik denk dat ik daarvan toch wel heb geleerd om wat negatieve energie om te zetten naar positief en gewoon te gaan knallen. En dan vooral in het water, dat je niet ook te veel laat afleiden door de andere meiden. En gewoon gefocust zijn, op jezelf richten en dan gewoon plezier maken. Den Haag FM geeft de hele week toffe surfprijzen weg. Met als hoofdprijs een volledig verzorgde reis naar een surfkamp in Zuid-Frankrijk. Wil je winnen? Meld je dan aan op onze website denhaagfm.nl. Precies 250 jaar geleden bezocht de familie Mozart Den Haag. Doel van het bezoek was een concert voor stadhouder Willem V door vader Leopold samen met zijn dochter en zoon Wolfgang Amadeus. Op 7-jarige leeftijd ging, zoals hij werd genoemd, het wonder uit Salzburg vertrekken om een grote reis door Europa te maken. Londen werd aangedaan, Mannheim werd aangedaan. En toen ze in Londen waren, kreeg ze te horen, je moet langs Den Haag. Dirigent van het residentieorkest, Jan-Willem de Vriend, bezoekt de plaatsen die de Mozartjes toen aandeden. Mozart kwam aan in Den Haag.
ik denk, dood en doodmoe. Voor het eerst van zijn leven in een trekschuit gezeten en dan kom je in de grote stad. En het eerste wat je natuurlijk moet doen, is hier een slaapplaats gaan vinden. Jawel. Hier staat het. Hier heeft dus dat hotel gestaan waar die familie Mozart heeft overnacht. La Ville de Paris, zo heet het. En volgens Leopold Mozart het allerslechtste hotel wat hij ooit heeft gehad. Wolfgang Amadeus was net 10 jaar oud toen hij in 1766 Kalimathias Musicum componeerde. Ter gelegenheid van de inhuldiging van prins Willem de Vijfde. Dit manuscript ligt in het Haags Historisch Museum. Hier ligt het dan. Mozarts eigen Kalimathias Musicum in zijn handschrift. Hier zie je bijna de vaart die hij in die muziek legt. Dat alsof hij al bijna zit mee te spelen in dat geheel. En hier heeft het grote concert dan plaatsgevonden. Zijn Kalimathias Musicum, waarschijnlijk nog nat van het inkt, werd hier opgevoerd ter ere van de inauguratie van stadhouder Willem de Vijfde. Fractievoorzitter Leon de Jong van de PVV neemt afscheid van de Haagse gemeenteraad. Hij gaat de fractie in het Europees Parlement ondersteunen. De Jong zegt dat hij het een eer vond om de belangen van de Hagenaars, Hagenezen en Scheveningers te behartigen. Hij wenst zijn opvolger en collega's veel succes. En de Jong blijft actief voor de Haagse fractie totdat er een nieuwe fractievoorzitter is gekozen. Het is nog niet duidelijk wie dat wordt. Jihadverdachte Azzedine C., de hoofdverdachte in het Haagse jihadproces, wordt niet uit voorarrest vrijgelaten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Zijn advocaat had daarom gevraagd omdat volgens hem niet kan worden hardgemaakt dat C. anderen heeft geronseld voor de gewapende strijd. Vorige week kwam medeverdachte Rudolf H. op vrije voeten. Hij en Azzedine C. waren bekende gezichten onder radicale moslimjongeren in Den Haag die aandacht trokken met onder meer straatprotesten. C. wordt beschuldigd van opruiing, ronselen en deelname aan een criminele terroristische organisatie. De omgekomen Poolreiziger Mark Cornelissen is postuum geëerd in het Museum in Den Haag. Vlak voor zijn dood in april werd hij benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn dochter en vrouw hebben het lintje zaterdag in ontvangst genomen. De 46-jarige Cornelissen uit Maassluis en de 30-jarige Philip de Roo uit Den Haag die kwamen eind april om het leven tijdens een wetenschappelijke expeditie in het Canadese Noordpoolgebied. Werk nu zelf mee aan het Haags TV-journaal. Film jouw nieuws met je telefoon en upload je beelden via denhagevm.nl en je ziet het terug op Den Haag TV. Bij het jongereninformatiepunt, oftewel het JIP, kunnen jongeren tussen de 12 en 25 jaar al een tijdje terecht voor hulp en advies bij schulden, problemen thuis, het zoeken van woonruimte of een bijbaan. Maar nu kunnen de jongeren ook bij het JIP terecht voor rechtshulp tijdens het wekelijks juridisch spreekuur. Arbeidszaakjes bijvoorbeeld, ook jong kinderen van een jaartje of 12 die willen werken en vragen of dat mag. Andere dingen, ook scheidingszaken van kinderen die dus graag zelf nog mening willen geven bij de rechter. Die helpen we bijvoorbeeld ook met een brief schrijven en vertellen wat hun rechten zijn tijdens een scheidingszaak bijvoorbeeld. Maar ook bij andere zaken kan het juridisch spreekuur advies bieden. Naast scheidingszaken bijvoorbeeld ook voor spijbelen. Stel, je spijbelt te veel en daar komt dus, krijg je een boete voor. Kunnen we kijken van, is het echt zo gegaan? Kunnen we je daar nog bij helpen? Daarnaast als je een bijbaantje hebt en er gaat iets mis. Je komt in aanraking met justitie. Dat kan ook nog, dat wij dan hier en daar nog willen helpen. Daarnaast, ja, naamverandering. Stel, je wilt van achternaam wijzigen, misschien zelfs voornaam. Dan kunnen we je ook mee helpen. En bijvoorbeeld studiefinanciering. Stel, er gaat iets mis bij DUO. Kun je ook bij ons terecht. Het spreekuur is elke maandag tussen 2 en 5 gratis en anoniem te bezoeken op de Amsterdamse Veerkade. En dan het weer. Morgen verandert er niet veel in het weerbeeld. Het blijft droog en de middagtemperatuur wordt 16 tot 17 graden. Ook de dagen erna blijven rustig en zal de temperatuur tussen de 15 en 17 graden liggen. En dit gebeurt er morgen in Den Haag. De Zilveren Ooievaar wordt morgen uitgereikt. De ondernemersprijs van de gemeente is bedoeld als blijk van waardering voor goed ondernemerschap. De winnaar van de Zilveren Ooievaar mag zich de Haagse ondernemer van het jaar noemen en wint naast de trofee ook 5000 euro. Vanaf morgen neemt de Haagse band F 2 dagen lang afscheid met een afscheidsconcert. F kondigde vorige maand aan dat het klaar is met de viermansband. Het afscheid wordt zowel morgen als donderdag in de Zwarte Ruiter op de Grote Markt gegeven.
En tot zover het Haags TV-journaal van vandaag. Morgen zijn we er weer om 6 uur op Den Haag TV. Meer nieuws is te vinden op onze website, op onze app voor Android en iPhone en op 92.0 Den Haag FM.